welkom bij deze nieuwe video. Ik weet niet of het gelijk opvalt, maar ik heb een nieuw achtergrondsysteem. Ik heb de boel helemaal omgegooid hier achter mij. Ik had normaal dat wittige doek hangen, maar nu heb ik de doeken weggehaald en heb ik een soort van papieren rol genomen. Dus die fotografen altijd als achtergrond gebruiken, gewoon die rolpapier ding, hoe het ook heet. Ik heb die gekocht en die nou hier achter gezet. Mijn achtergrond is nou iets witter. Het enige wat ik nog mis is een licht die op mijn achtergrond schijnt. Ik had die al besteld en binnengekregen. Alleen dat lichtje was echt zo groot en er kwam amper licht achter mij. Dus ik moet nog heel even op zoek gaan naar een geschikte licht die achter mij kan schijnen. Dus als iemand een idee heeft, let me know. Ik ga hem ook halen in meerdere kleuren, zodat ik van achtergrond kleur af en toe kan veranderen. Dus dat is even een kleine update qua mijn video's. Maar goed, nou over de video. Ik heb vandaag een 10 euro Action Makeup Challenge. Je kunt denk ik al wel inbeelden wat het inhoudt. Ik ga een make-up look maken die maximaal 10 euro mag zijn met allemaal Action make-up. Ik heb een samenwerking met Action. Dat is niet deze video, maar ik heb een samenwerking met hun in de zin van dat ik maandelijks content maak voor hun Instagram. Action heeft heel veel make-up en ik heb een samenwerking met Max & More. Dat is ook het grootste make-up merk daar in de Action. En voor de Max & More Instagram maak ik maandelijks content. Echt alleen maar voor hun Instagram, dus niks voor mijn kanaal of whatever. En door die samenwerking heb ik ook hier het hele Max & More assortiment liggen in huis. Dus ik dacht, ik ga een 10 euro make-up challenge doen. Ik hoef dus ook niet naar de winkel, want ik heb letterlijk alles hier liggen. Dus ik ga gewoon make-up uitkiezen tot maximaal 10 euro. Ik heb ook in mijn phone een hele lijst staan met alle prijzen van elk product. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik daarvan kan gaan maken. Omdat ik ook alle make-up producten al zo vaak heb gebruikt, omdat ik dus al die content maak voor hun, weet ik ook van de meeste producten wat ik ervan vind. Dus ik kan jullie ook gelijk adviseren qua make-up van Max & More. En ja, laten we gewoon snel beginnen. Ik ga beginnen met de make-up uit te kiezen en dan gaan we een look creëren. Oké, mensen, we zijn nou even overgeschakeld op mijn telefoon, zodat jullie mij kunnen helpen met de make-up uit te kiezen. Oké, dan gaan we even naar de la. Ik heb hier een la die helemaal is voor alle Action make-up. Zoals je kunt zien, het is wel een beetje een ravage en een beetje een troep. Maar hieruit ga ik dus alles kiezen. Ik ga mijn gezicht niet primen, want ik heb maar 10 euro. Dus ja, ik pak alleen wat ik echt nodig heb en een primer hoeft niet per se. Ik pak denk ik sowieso deze foundation. De 120 Honey Beige is mijn kleur. Al is die nou denk ik iets te licht omdat ik zelf bruiner op heb. Maar er is geen donkerdere. Zoals je ziet, die andere is lichter. Dus ik pak deze. Dan pak ik ook concealer. Ik pak deze Brightening Concealer van Max & More. Dan pak ik ook deze poeder. Want ik moet wel kunnen afpoederen. Ik pak deze Compact Powder Matte Poeder van Max & More. In de kleur 154 Silky Kiss. Is een lichte kleur, dus ik ga die gebruiken voor onder mijn ogen om de concealer af te poederen en zo. Oké, dan ga ik over op oogschaduw. Ik ga dit paletje pakken. Dit is een van de 3 True Shades paletjes. Zoals je kunt zien heb je deze een beetje meer paarse en deze een beetje meer cool tone. Maar ik ga deze gebruiken, want dat vind ik wel mooi. En het is vandaag een zonnige dag. En deze is in de kleur 612 Soft Sunset. Voor mascara ga ik denk ik voor deze waterproof mascara. Om geld te besparen ga ik geen eyeliner pakken. Ik denk dat ik gewoon met deze donkere kleuren een eyeliner ga maken. Dus of bruin of zwart moet ik even zo meteen kijken. Dat scheelt allemaal weer geld. Even kijken, hun bronzer vind ik heel erg fijn. Dus die ligt hier in mijn la met producten die ik gewoon altijd gebruik, volgens mij. Ja, dit is een poeder van hun. Hij is wel kapot. Compact mat poeder. In de kleur 156 Soft Cashew. En deze gebruik ik altijd als bronzer. Dus dat ga ik nou ook doen. En ik heb ook een blush van hun. Die ligt ook hier, die ik altijd gebruik. De Maxime Blush Poeder Satijn. In de kleur 110 Pink Sand. Die ligt ook hier, dus die ga ik ook gebruiken. Voor highlighter ga ik deze Liquid Highlighter gebruiken. Deze Highlighting Drops. In de kleur 138 Dreamcatcher. Ze hebben geen goede poeder highlighter. Dat vind ik wel echt minder van Max & More. Ze hebben wel deze highlighting sticks en deze highlighting drops. Maar geen poeder highlighter. Dus daar mogen ze wel snel mee komen. Dus voor nu ga ik deze gebruiken. En voor de lippen ga ik hier terug naar mijn bureau. In deze laag zijn alle lipsticks. En alle Max & More lipsticks is heel deze rij. En heel deze rij. Deze lipsticks zijn allemaal 95 cent. Dus ik ga straks eentje kiezen die ik ga opdoen. Als het goed is ben ik met al deze producten onder de 10 euro gebleven. Maar ik ga het nog even snel berekenen. Oké, daar ben ik weer. Nou, ik heb het goed gedaan. Het is in totaal 9,41 euro. Dus ik ben net onder de 10 euro. Er kon echt niks meer bij. Maar ik denk dat ik hier wel een lookje mee kan maken. Het zal geen heftige glam look worden. Maar voor alledaags, voor 10 euro... Dan ga ik beginnen met de Satijnen Finish Foundation. Deze is 1,49 euro en ik heb hem in de kleur Honey Beige 120. Dit is de foundation die ik eigenlijk altijd gebruik voor mijn make-up looks voor Max & More.
Hij is op dit moment wel ietsje te licht. Ze moeten wel echt wat meer kleuren maken eigenlijk. Maar ik vind het een best fijne concealer. Ik bedoel foundation. Vooral voor de prijs. Hij heeft een lichte medium dekking. Dus hij is niet too much. En op zich blijft hij best wel goed zitten op de huid. Kijk, hij maakt de huid mooi smooth en egaal. Ik vind echt voor €1,49 dat hij het echt heel goed doet. Als ik geen zelfbruinig gebruik, dan is deze kleur wel goed voor mij. Maar ja, wel handig om te weten dus. Ze hebben niet echt donkere kleuren. Dan gebruik ik deze Brightening Concealer Pen van Max & More. En deze kost €1,29. Ook weer super goedkoop. Is gewoon zo'n pen. Ik heb hem in de kleur 142 nude. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Deze concealer heeft echt een lichte dekking. Dit is echt alleen als je het gewoon een beetje lichter wilt maken onder je ogen. Als je echt wilt dat je dekking hebt onder je ogen, dan is dit niet de concealer voor jou. Want hij is gewoon echt, hij heeft echt gewoon bijna geen dekking. Ik had ook wel graag mijn gezicht willen contouren, want ze hebben best wel veel cream contour producten. Maar helaas, mijn budget kon dat niet aan. En ik blend het ook zo uit op mijn ogen, zodat die ook weer zijn gepruimd. We moeten vandaag lekker veel multitasken. Want ja, we hebben maar €10. Het zijn nou hele skere tijden. We hebben gewoon niet veel geld. Dus we moeten het doen met wat we hebben. En we willen er toch een beetje mooi uitzien, ondanks dat we geen geld hebben. Dus we moeten er iets van maken, jongens. Dan pak ik mijn Max & More Compact Poeder. Dit is een matte poeder en die kost slechts 95 cent. En ik heb in de kleur 154 Silky Kiss. Ik ga met mijn spons in deze poeder. En dit ga ik dan zo onder mijn ogen direct aanbrengen. Niet over mijn hele gezicht, want deze poeder is heel erg licht. En ik wil niet dat ik mijn hele gezicht wit ga maken. Dus echt alleen waar ik concealer heb gedaan, ga ik er overheen met deze poeder, zodat het niet gaat creasen. Wat vind ik van deze poeder? Het is een oké poeder. Het geeft niet echt dekking of whatever, maar het zet wel je concealer goed vast, waardoor die niet gaat creasen en zo. Dus daarvoor is die wel fijn. En ook op mijn ogen, want daar heb ik ook een beetje concealer gedaan. Normaal zou ik dan nou een beetje fixing spray op mijn gezicht sprayen, maar ik heb geen fixing spray, dus ja. Dan ga ik beginnen aan de ogen. Ik heb dit True Shades oogschaduwpaletje en dit paletje kost €1,44. En ik heb een 612 Soft Sunset. Dit zijn hele zomerse kleurtjes. Zoals je kunt zien met een paar donkere kleurtjes. Ik vind de kleuren die ze samen hebben gesteld in het True Shades paletjes echt top. Je kunt er echt veel looks mee maken. Je hebt veel verschillende kleuren. Je hebt dus 3 varianten van de True Shades paletjes. Dus je kunt pakken welke jou meer aanstaat. Ik vind deze heel mooi. Dit is een van mijn favorieten. En ik ga eerst beginnen met deze oranje kleur. Dit is een matte kleur. Ik gebruik de grote fluffy kwast van mijn kwastenlijn. Ik ga niet echt een hele ingewikkelde, moeilijke look maken. We maken gewoon een snelle, makkelijke look. Ik ga deze gewoon zo in mijn arcade boven doen. En ik ga gewoon zo op en neer helemaal en een beetje naar buiten, zodat het een beetje smoky wordt. Dit paletje is op zich voor €1,44 best oké. Er is niet heel veel pigmentatie. Ik moet best wel vaak terug in het paletje altijd. Maar je kunt er op zich echt wel wat van maken. Het is echt niet super, super slecht. Tenminste, voor de prijs. Ik moet wel zeggen dat het wel een klein beetje poederig is. Maar ja, mensen, verwacht niet te veel van een paletje van €1,44. Hij is oké. Dan pak ik deze roze kleur. Dit is een roze kleur met een klein beetje glans erdoorheen. Niet heel veel, maar hij is ook niet helemaal mat. Ik gebruik een platte fluffy kwast. En wat ga ik hiermee doen? Ook gewoon heel smoky. Ik breng het aan op mijn ooglid. En dan blend ik het een beetje zo omhoog in mijn crease. Zodat het gewoon allemaal één grote smoky bedoeling wordt. En dan ook weer zo naar buiten. Dat ik zo'n beetje inblend in de oranje kleur. Het fijne aan zo'n platte fluffy kwast is dat hij 2 dingen tegelijk kan. Hij kan de kleur aanbrengen zo op je ooglid. En je kunt dan ook weer gelijk ermee blenden omdat hij ook fluffy is. Zulke kwasten zijn altijd super fijn. Dan pak ik deze kleine bullet kwast. En dan pak ik en de roze en de oranje kleur. Ik ga ze mixen. En die breng ik dan zo op mijn onderste wimperrand aan. Nothing too much. Gewoon dat hier ook een beetje kleur zit. En ik connect het hier weer met de rest van de oogschaduw. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur. Ik ga voor bruin in plaats zwart voor mijn eyeliner. Omdat dit toch wel een beetje een soft look is. En ik het wel een beetje soft wil houden ook. Dus ik ga voor bruin in plaats zwart. Dan pak ik deze schuin afgesneden kwast. Daarmee ga ik dan eerst de lijn maken. Ik breng het best wel breed en hoog aan. En best wel veel op mijn wimperrand. En ik ga zo op en neer om het een beetje smoky te maken. Ik ga ook een hele wing maken. Maar ik begin eerst gewoon met de lijn.
En dan straks maak ik de wing. Dan verander ik van kwast en pak ik deze hele kleine eyeliner kwast. Dit is een Sigma kwast, de Sigma 106. En daarmee maak ik dan de wing. Kijk, en zo heb ik dan een beetje een bruine, soft, smoky wing gemaakt. Nou ga ik het ook doen bij deze kant. Op precies dezelfde manier. Dan ga ik voor mascara de waterproof mascara gebruiken. Deze mascara is 95 cent ook. Ze hebben 3 varianten. Ik vind de waterproof mascara het beste. En ik zeg het op deze manier omdat ik al hun mascara's gewoon echt super slecht vind. Maar ja, dat is gewoon mijn mening. Deze waterproof vind ik dan op zijn minst nog het beste van de 3. Die andere 2 doen echt helemaal niks. Deze doet nog tenminste een beetje mijn wimpers zwart maken. Maar echt, als je een mascara wilt, ga gewoon naar de Kruidvat en haal eentje van Essence. Oké, nou komt dan het deel van de video waarin ik een beetje ga cheaten. Ik ga nep wimpers opdoen. Ik moet gewoon echt bij elke look altijd nep wimpers opdoen. Want zoals je kunt zien, mijn wimpers bakken er niks van. En al helemaal niet met deze slechte mascara. Dus ik moet een beetje cheaten. Ik ga deze AliExpress wimpers gebruiken die omlaag valt. Maar whatever. Dit zijn AliExpress 3D Mink Lashes. Zijn iets van 2 euro per stuk. Dus ook wel super goedkoop. Ga ik even opdoen. Kom ik zo bij jullie terug. Nou, de wimpers hebben de look van 5 naar 10 gebracht. In 1 seconde. Nou ga ik mijn gezicht bronzen met weer deze matte compact poeder. In de kleur 156 Soft Cashew. Ik vind dit oprecht een fijne bronzer. Ik heb hem ook gewoon hier liggen in mijn laag. Hij ligt gewoon bij de rest van mijn bronzers. Het enige wat wel is, hij is een beetje licht. Ik had hem liever iets donkerder gehad. Maar natuurlijk hebben ze geen donkere kleuren, obvious. Dit is een van de donkerste kleuren. Als ze nou nog wat donkerdere kleuren maken, dan is dit oprecht echt een hele fijne poeder om als bronzer te gebruiken. So I really like it. Als je iets lichter bent dan ik qua huidskleur, dan gaat het echt heel mooi staan bij jou. Oké, dan blush. Even snel over de kwasten voor de mensen die mijn gezichtkwasten set hebben. Dit is de blushkwast. Deze. Die een beetje zo omhoog gaat. En dit is eigenlijk de contourkwast, deze. Dit is om mee te poedercontouren. Maar ik zie dat heel veel mensen deze als blushkwast gebruiken. Dus ik wilde even ophelderen dat eigenlijk dit de blushkwast is. Maar ja, je mag uiteindelijk gewoon doen wat je wilt. Deze kun je ook gewoon als blushkwast gebruiken. Do whatever you want. Maar ja, yeah, just to let you guys know dat deze is om te contouren. Als je dat zou willen. Niet dat je denkt van, oh, ze heeft een blushkwast, maar... Niet dat je denkt van, oh, ze heeft een blushkwast, maar geen contourkwast. Officieel gezien is dit de contourkwast. Voor blush dan deze satijnen blush. Deze is ook 95 cent. En in de kleur 110 pink cent. Ik moet wel zeggen, dit is een best heftige kleur. Maar dit is de enige kleur die een beetje te zien is op mijn huidskleur. De rest is allemaal toch een beetje licht. Dus ik klop mijn kwast altijd goed af voordat ik begin met aanbrengen. Anders wordt er echt één grote roze vlek op mijn wang. En ook deze blush vind ik best wel fijn. Ik vind de Max & More gezichtspoeders over het algemeen best wel oké. Kijk, als je gewoon niet te veel op doet, komt er al best wel veel. Dus let vooral daarmee op. Dan pak ik even deze ronde kwast waar verder niks op zit. En ik ga even een beetje over de blush heen om iets minder te maken. Als highlighter ga ik deze highlighting drops gebruiken. Deze kost 1,39 euro en je hebt hem in 3 kleuren. Dit is de medium kleur en dit is de kleur 138 Dreamcatcher. Ik hou niet van dit soort highlighters. Maar zoals ik al zei in het begin, ze hebben gewoon geen poeder highlighters. Like, come on, Max & More. We need some poeder highlighters. Ook werkt dit ding niet echt goed mee. Je moet dan dus hierin gaan, dit ding indrukken, zodat er iets inkomt en dan eruit. En dan als het goed is, moet er dan iets uitkomen. Maar ja, er gebeurt niet echt veel. Dus wat ik gewoon altijd doe, is gewoon letterlijk zo vanuit dit dingetje, vanuit dit pipetje, gewoon een beetje zo hier aanbrengen. En dan met een andere beauty blender ben ik deze nou zo aan het indrukken. Ik weet niet waarom ik hiervoor een andere spons gebruik. Ik pakte die gewoon toevallig, maar je kunt gewoon de spons gebruiken die je ook voor je foundation gebruikte. Wat vind ik van deze highlighting drops? De kleur is heel mooi. Zoals je kunt zien heel heftig. Maar zoals je ook kunt zien, ze blenden niet heel makkelijk mee. Dus dat vind ik altijd dan weer iets wat minder. Ik breng even iets meer aan. Want dit ziet er niet uit zo. En ja, ik weet dat hieronder een beetje poeder zit. I know. Maar ze blenden sowieso niet goed uit. Ook al is er geen poeder. Dus ja. Kijk, als je het dan aanbrengt, het zit gewoon meteen muurvast aan je huid. Het blendt gewoon niet mee. Lichtelijk annoying, want de kleur is wel echt heel mooi en de shine is heel mooi.
Als we nou ook gewoon zouden meeblenden een beetje, dan was het helemaal ideaal geweest. Dan voor de lippen ga ik deze mat lipstick hebben. Ze hebben matte en ze hebben long lasting, twee verschillende. Dit is een matte. Dit is in de kleur 321 crème brûlée. Het is een beetje een lichte kleur, een beetje een lichte nude kleur. Die ga ik een beetje opdoen. Oh, en deze lipsticks zijn ook maar 95 cent. Ik doe niet te veel, want het is eigenlijk een iets te lichte kleur. En dan zou ik eigenlijk nou nog een beetje setting spray opdoen. Maar los van het feit dat ze die niet hebben in het assortiment, heb ik ook helaas geen budget meer over. Oké, mensen, wat vinden we van deze 10 euro action make-up look? Ik vind dat ik er best oké uitzie, moet ik heel eerlijk bekennen. Het enige wat ik echt minder vind, is de highlighter. Dit is gewoon echt een streep op mijn gezicht. Het ziet er niet uit. Ik had het gewoon beter kunnen overslaan. Ik had zelfs denk ik beter die highlighter sticks kunnen gebruiken. Ik vind die eigenlijk ook beter. Dus ik snap niet waarom ik de highlighter drops heb gepakt. Maar goed, los van dat vind ik de look best mooi geworden. Het is echt een hele natural make-up look. Ik ga deze make-up nou ook gewoon oplaten. Ik ga zo meteen weg. Het is nou hoe laat? 3 uur. Ik ga om 5 uur weg. Dus ik ga gewoon deze make-up oplaten. Ik ga wel een beetje fixing spray opdoen en een andere highlighter hier opdoen. Maar voor de rest, ik vind de look echt best oké. Ik vind het best knap dat je gewoon tegenwoordig een best oké look kunt maken voor 10 euro en voor al deze lage prijzen. Terwijl als ik deze video 8 jaar terug had moeten maken, dan was ik helemaal oranje geweest en patchy en nee. Laat me weten wat jullie van deze video challenge, make-up look en alles vinden. Als je nog een ander leuk idee hebt qua challenge, mag van alles zijn als het maar te maken heeft met beauty, dan let me know vooral in de comments hier beneden. Vergeet ook vooral niet te liken en te abonneren. Je kunt abonneren door hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!